Met veel deskundigheid gaat hij de grote vragen van de economische geschiedenis te lijf. Jan Luiten van Zanden wil weten waarom het ene land arm is en het andere land rijk. Daarvoor gaat hij terug naar de bron. Aan de Universiteit Utrecht en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis reist hij door de tijd op zoek naar de oorsprong van mondiale ongelijkheid. Historici hebben een probleem dat ze niet direct naar het verleden kunnen om antwoord op hun vragen te vinden. Je zou als historicus, iedere historicus heeft de droom dat je in de tijd kan reizen en dat je kan zien hoe het vroeger geweest was. Maar we hebben geen tijdmachine. De tijdmachine die we hebben als historicus staat hier. Dat is het archief. En daar zitten bronnen in. Maar die bronnen vertellen ons vaak niet precies wat we willen weten. Nou, Jan Luiten is heel goed om in het laten spreken van de bronnen die we wel hebben en daar een antwoord uit te halen op de grote vragen die we hebben. Dit is een voorbeeld van een prijscourant. Dit is er een uit 1628 uit Amsterdam. En het is een voorbeeld van het soort bron wat je moet gebruiken om al die gegevens bij elkaar te hebben. Kooplieden die lieten zich dat toesturen en die wisten dan wat de goederen die ze kochten in Amsterdam deden. Dus of ze wel of niet winst zouden maken. Jan Luiten is geïnteresseerd in eigenlijk twee dingen, namelijk het ontstaan en de ontwikkeling van economische groei, economische vooruitgang en sociale ongelijkheid. Dus het gaat dan hoe die economische groei ontstaat en wat voor effecten dat heeft op verschillende sociale groepen, maar ook op verschillende werelddelen. Dus waarom bijvoorbeeld is Indonesië relatief minder ontwikkeld en economisch gezien en relatief arm? En waarom is Nederland relatief welvarend en rijk? Om deze vragen te beantwoorden werkt Jan Luiten van Zanden internationaal samen met vakgenoten uit de hele wereld, zoals in het Clio Infra-project. Op het grensvlak van twee disciplines, geschiedenis en economie, heeft Jan Luiten van Zanden zich dan ook ontwikkeld tot een van Nederlands bekendste historici in binnen- en buitenland. Een mooi voorbeeld van hoe die samenwerking tussen Jan Luiten en andere collega's zoals mezelf verloopt, is denk ik het onderzoek dat we gevoerd hebben naar de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de West-Europese economie. Ik denk dat daarin heel duidelijk naar voren komt dat Jan Luiten het aandurft om heel prikkelende ideeën naar voren te schuiven. En dat dan ook wil combineren met de ideeën van anderen om samen tot een nieuwe inzicht, een nieuwe benadering van bijvoorbeeld de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en van het kapitalisme in het algemeen in West-Europa te komen. Uiteindelijk is daar een boek, een Nederlandstalig boek, en ook een artikel uit voortgekomen met de titel Girl Power. Dat was Jan Luiten's idee, niet het mijne. Dat zegt misschien ook wel iets over de manier waarop hij naar onderzoek kijkt. De bijzondere bijdrage van Jan Luiten's werk aan de economische geschiedenis is dat hij kwantitatieve gegevens geschikt heeft gemaakt voor historisch gebruik over een hele lange periode en daarmee ook vergelijkend onderzoek doet, waardoor je eigenlijk de eigenaardigheden bijvoorbeeld van de Europese ontwikkelingen in vergelijking met die in Azië en andere werelddelen heel duidelijk aan het licht kan brengen. En het is die vergelijking, denk ik, die vooral veel mensen ook buiten Nederland heel erg interesseert. Wat je eigenlijk zou willen hebben is dat je voor de hele wereld, voor alle hoeken van de wereld, gegevens hebt over een lange periode, zodat je de ontwikkeling in welvaart, in economische productie, in soorten arbeidsverhoudingen, in wie er werken, in wat ze daarvoor verdienen, dat je die ontwikkeling op de lange termijn zou kunnen volgen. En daarom heeft Jan Luiten het initiatief genomen tot het project Clio Infra. Hij is niet de typische salon-academicus die voortdurend met de neus in de boeken zit. Maar hij werkt ook met mensen samen, bijvoorbeeld het nieuwe grote Clio Infra-project rond data-uitwisseling. Het is ook zijn manier, denk ik, om iets achter te laten voor de toekomstige generaties. Om ervoor te zorgen van, kijk, we hebben nu heel veel materiaal bij elkaar gehaald. Maar er kan nog veel meer. En dat mag vooral niet verloren gaan. Dus dat is ook wel echt een soort maatschappelijke zorg die daaruit spreekt. De Spinoza-premie in 2003. Voor die tijd was Jan Luiten, ik weet niet waarover, maar maakte hij soms wel een gespannen indruk. Na die tijd heeft hij eigenlijk alleen maar gelachen. Dus dat geeft toch wel een beetje aan dat het een soort keerpunt was in zijn carrière.
En ik denk ook dat de laatste jaren voor hem meer en meer de cirkel rond is. Nu dat hij dat onderzoek van als historicus van de voorbije decennia kan gaan terugkoppelen naar wat vandaag in de samenleving gebeurt. Er zijn nu allerlei samenwerkingsverbanden op tillen met ontwikkelingseconomen. En nou ja, ik denk dat het misschien voor een deel voor hem nu pas begint. Hè? Dat hij nu echt alles bij elkaar kan brengen en echt tot nieuwe inzichten ook voor onze samenleving vandaag gaat komen.